2023 is voor ons wel een heel speciaal jaar, want dan bestaan we 3 keer 11 jaar. Dan zitten we 33 jaar in de muziek. We gaan eerst heel veel terugblikken en we gaan vooral een nieuwe clip opnemen met een nieuw liedje. We gaan even terug naar 1990, toen het allemaal begon. Toen was het heel anders. Ja. Toen zaten we in de Nederlandstalige muziek en we hebben toen een aantal singles en cd's opgenomen bij Telstar, bij Johnny Hoes toen dat tijd. En ja, wat ik zeg, in het Nederlandstalige genre, daar kwamen we op tv, ergens waar je thuis kon zijn. En dat was voor ons landelijk een best een leuke doorbraak. En wanneer kwam de switch naar de vaste lovende muziek? Oh, dat was in 2010, toen we ook meededen aan de LVK-finale in Torren. En toen werden we tweede. Nou, en dat was voor ons meteen de doorbraak in Limburg. Limburg leeft met de vaste lovens. Limburg leeft met die dag weer op. Van de Mergen tot de Lovens. Stief heeft alles op de kop. Ja, de videoclip hebben we net opgenomen. En hartstikke leuk in een kleine knusse kroeg in Weert bij de Gruiter op de Oude Markt. De titel van de clip is Een en Al Gezelligheid. We hebben een cast bij elkaar gezocht van verschillende mensen waarvan we dachten, nou, dit lijkt me leuk dat die erbij zitten. Wel de Weerse Prei, die groep van Ed en Frans onder andere dan uitgenodigd. Die hebben heel leuk van alles gedaan. Een paar mooie, leuke artiesten uit Weert. Deen Danger, de Cupcus. Allemaal, ze kwamen ook allemaal verkleed in hun eigen kleding. Het zag er fantastisch uit. Nou, het was een en al lachen. En evengoed in het kader van 33 jaar bestaan. Dus van ons, we hebben echt van genoten. Een en al gezelligheid.